is in Leusden Ouderpaard, ga ik op bezoek bij Isabel met haar paard Coco. Ik ben Isabelle van der Wegen. Ik woon in Best. We zijn hier ook in Best. Dit is mijn paard Coco. En ik heb hem al 25 jaar. Coco is nog een dochter van de hengst Goudsmit. Is Gelders voornamelijk. Het is KWPN, maar veel Gelders moet erin. En ja, the love of my life. Ik ben als een blok voor haar gevallen en ik val eigenlijk elke dag nog voor haar als ik haar zie. Het is echt mijn meisje. Hè? De ziekte van Recklinghausen, beter bekend als NF1 tegenwoordig. En ik had er eentje in mijn hals zitten, die hebben ze weg moeten halen. Daardoor is de zenuw beschadigd die deze spier aanstuurt. En nu kan ik met deze arm, met die beugel aan, kan ik wat. En zonder beugel kan ik niet meer reiken met die arm. Dus die ondersteunt mijn arm om te voorkomen dat hij uit de kom gaat zakken. Dat is het eigenlijk. Coco is 35, ze is vandaag jarig. Ze was vandaag 35 geworden. Ze is van 4 mei 1984. En ze heeft al een tractatie gehad natuurlijk, uiteraard. Ik merk zeker dat ze ouder wordt, vooral aan haar vacht. Niet aan haar gedrag, absoluut niet. Want ze gedraagt zich echt als een jong paard. Als ik ga rijden, dan is ze ook alleen maar vlug en hard. En hoe harder, hoe liever. Ik was een paar maanden geleden in het najaar was ik aan het rijden. En dan zie je verderop in een sloot die in een bocht, dan ontstaat daar een meertje. Daar was ik ingegaan net om de voetjes te wassen. En ik dacht, ik stap er aan de lage kant in. Ik stap er in een rondje zo'n lage kant op eruit. En Coco was midden in die plas. En die denkt, die hoge kant, dat kan ik best. En ze sprong nog tegen de hoge kant omhoog eruit. En ik had echt zoiets, denk ik, oké. Ik reed toen op de manege in Oosterweert. En daar reed ik toen nog maar één keer in de week. En ik kwam toen op zaterdagochtend. En toen kwam mijn maatje, die kwam mij halen. En zegt die, Isabel, kom eens kijken. Albert heeft een nieuw paard. En wat hij nou gekocht heeft. Dus hij sleurt mij naar die stal toen. En plant mij voor die stal. En ik zie haar staan en ik zag dat witte ding. Nou, als die bak al niet achter mij had gestaan, dan was ik kats achterover gevallen van wauw! En Luc die keek mij en zegt, vind je die mooi? Ik zei, ik vind hem prachtig. Ik zei, deze, dat is mijn paard. Voornamelijk recreatief gereden. Ik heb 1 jaar wedstrijd gereden. Ik weet niet hoe dat heet, maar gewoon zeg maar de concours gereden, dressuur. En daar ben ik na een jaar mee gestopt, want ik was zo klaar met al die regeltjes en al die flauwekul. En ik heb zoiets van, laat dat gewoon lekker paard zijn. En ja, ik heb sinds vorig jaar een westernzadel gekocht en daar rij ik graag mee. En liefst gewoon lekker lange teugel, lekker naar buiten, genieten. Trond eigenwijs, echt serieus, maar wel goud eerlijk. Ze is echt niet gemeen. Ze is heel onbehouden soms, nog steeds. Ze kijkt niet goed uit, ze is lomp. En wat ze in de kop heeft, dat ze echt niet komt. Maar ze is eerlijk, ze is echt, ze is een goud eerlijk paard. Ze is, ja, lief, aanhankelijk voor mij. Ja, dan eigenlijk toch wel die keren dat zij mij door die moeilijke periode gewoon toen ik ziek was. Ik heb Hodgkin gehad in 1994. Ik kocht haar in januari en in februari kreeg ik toch dat ik Hodgkin had. Ja, dat was echt, dat kwam voor mij als donderslag bij helder hemel. En zij was mijn stok achter de deur. Zij heeft mij er doorheen gesleept. Vorig jaar heb ik eierstokkanker gehad. Die heeft me ook weer doorheen gesleept. Ja, daar zijn dan de dierbaarste herinneringen. Dat ik hier kom, dat ze me toestaat te hinniken, heel zachtjes. Zo van, kom ik dikst erbij, dan is zo. Ja, geweldig. Maar ook ja, dat moet ik echt even vertellen. Dat is echt een leuk verhaal. Stond ik nog in Oosterweers en we waren in het boswezen rijden. Keihard in galop. Dat was heerlijk. Ik ging altijd stappen en dan één keer snoeiharde galop. Zo hard als ze wou, samen met de vriendin. En we waren op het einde, op het begin van het pad kwamen bijna. Ik zeg tegen haar, we gaan linksaf! Want links was van huis af en rechts was naar huis. En Coco dacht, nee, we gaan rechtsaf. Dus we gingen rechtdoor. Ik denk, nou, dat is geen goed idee. Dan toch maar naar rechts dan. Maar we gingen zo hard dat ik dus gewoon eraf werd geslingerd. Dus ik hapte in het zand en zij galoppeerde nog een stukje door. Op een gegeven moment kost mij ze stopt. Ze draait om, ze ziet mij liggen in het zand. Inmiddels stond ik weer. En ze had echt zoiets van, oh, dat klopt niet. Dus ze komt teruggegalopeerd en ik had echt zoiets van, oh, dit gebeurt alleen maar in een film. En ze is echt, nou ja, zover als jij nu van mij bent, 2 meter zeg maar, was ze van me vandaan. Ze stopt, die oren draaien, die ogen beginnen te blinzelen en ze draait om, ze rent naar huis. En ik, oké, toen kwam ik te voet. Ja, ze is gewoon echt the love of my life. In mijn beleving dank ik mijn leven aan haar. Als zij er niet was geweest, dan had ik misschien ook wel gered. Maar voor mijn gevoel heeft zij mij meer gesteund, had ik meer kracht door haar. En ze is, kom op, ze is 35, hoe leuk paard wil je hebben? Ja, dat weet ik niet. Gewoon, ik laat haar vooral gewoon paard zijn. Gewoon zichzelf. Ze mag gek doen als ze dat wil. Als ze de streken heeft. Het hoeft mij niet zo in de krul en binnen de lijntjes. Dat hoeft helemaal niet. Toen ik bij de rijvereniging ging, heb ik een jaar gedaan. De eerste wat ze zei was, je bent hier nu, hè? Ik zeg, ja. Nou, als je zijn benen scheert en zijn staart scheert en zijn manen trekt, dan krijg je een heel ander paard. Ik zeg, ja, die blijft eraf.
Ze is goed zoals ze is. Ja, maar die benetjes, vind ik mooi. Ik zie de hond bij haar. Ja, die manen. Ik zeg, ja, maar je moet vlechten. Ik zeg, nou, dan zal ik ook wel vlechten. Ik zeg maar, Nou zei ik, kijk, ze is oud, hè? Dus de manen zijn nog niet meer zo mooi als toen. Maar toen waren ze echt een paar minuten hier. Dus gewoon zichzelf laten zijn. En heel veel liefde gegeven. Misschien is dat al.